Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de september reading doen voor de weegschaal. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga beginnen met een opgestegen meester. Weegschaal voor september. De komende periode voor de weegschaal. Wat mag daaruit komen? Wat zeggen de opgestegen meesters? Oeh. Dit is hem. Ik ben heel benieuwd. Ga nu. Ga nu. Je krijgt een hele duidelijke boodschap waar het ook over gaat. We gaan straks verder kijken uiteraard. Maar ik ga hem eerst voorlezen. Het kan van alles betekenen, maar het is wel een hele directe boodschap, gebiedende wijs. Ga nu. Het is tijd voor je om te gaan. Ofwel, weg van een ongewenste ziekmakende situatie. Ofwel, naar een gewenste situatie. Deze kaart betekent dat het nu het juiste moment is om die stap te zetten. De omstandigheden zijn er klaar voor en uitstekend. En het universum is gereed en bereid om je te ondersteunen. Wauw. Een weegschaal die ergens een knoop mag gaan doorhakken. Wordt het gaan of blijven? En waar ga je naartoe? En wat? Het gaat dus om blijven in een ziekmakende situatie. Of ga je weg en waar ga je naartoe? Ik ben heel benieuwd. Ik wil die zin nog eens een keer voorlezen, want ik vind hem zo mooi. Het is tijd voor je om te gaan. Ofwel weg van een ongewenste ziekmakende situatie. Ofwel naar een gewenste situatie. Prachtig. Verder betekent dus deze kaart. Zeg je baan op. Of maak een einde aan een ongezonde relatie. Verhuis naar een andere plek. Begin een nieuw project en stel niet uit. Neem vakantie. Geen uitvluchten meer. Doe het gewoon. Wauw. Nou, ik word er een beetje zenuwachtig van. Omdat het zo duidelijk is. Het is zo duidelijk. Er is hier een weegschaal die dit dus mag horen. Een reading voor september. Waarin je op het moment dat je het hoort. Op dat kruispunt staat. Ik hoop dat de reading je mag helpen om die doorslag te geven. Oh, er zit een verkeerde kaart tussen, zie ik. Ik ben heel benieuwd, weegschaal. Dit kan het setje in de rug zijn die je nodig hebt, dat je nodig hebt. Wat is er voor de weegschaal? Uitleg voor de weegschaal. In het gaan naar iets fijns of in het weggaan van iets naars. Het is inderdaad prachtig, hè? Ergens van weggaan of ergens naartoe gaan. Oeh, oké. Dit is heel positief. Er liggen mogelijkheden. Mogelijkheden. Je hebt de mogelijkheid om ergens van weg te gaan of ergens naartoe te gaan. Er staan deuren open en er kunnen deuren sluiten. Oké, een jongere man. Wat is er voor de weegschaal? Kijk eens, ze vallen ook allemaal open. Ze willen meteen gezien worden. Ik ga naar de tea leaves. Is er voor de weegschaal uit de tea leaves? Oeh, die drie, die moeten eraf. En ik wil er nog één. Ik wil er nog één. Kijk wat resoneert. Tijd is vloeibaar en het kan niet altijd jouw reading zijn. Probeer het niet passend te maken. En als je behoefte hebt aan een persoonlijke reading, laat het me weten. Of een spraakbericht. Of gewoon even bellen. Oh. Drie tegelijk en nu nog eentje. Nou, dat is heel duidelijk. Oké, daar gaan we. Ik ga beginnen met de tea leaves. A period of ill health, depression.
Weegschaal. Ja, ik ga zo verder kijken in de kaarten. Maar dit is in ieder geval iets wat ten grondslag ligt aan stress. Ik voel stress, ik voel gedachtes, de weegschaal die niet in balans is. Je vindt het moeilijk om een keuze te maken. En heel vaak hebben we ook, zijn we allemaal geneigd, of niet allemaal, maar heel veel mensen zijn geneigd om vast te willen houden aan een situatie die niet fijn is, maar die meer comfortabel voelt dan dat je een sprong naar het nieuwe waagt. Basket. Er is erkenning en herkenning. Dat is wel heel erg fijn. Maar je mag ook gezonder eten. Dat is juist in deze periode van stress. Ik heb het gevoel dat er hier iemand is die toch zichzelf tekort doet aan goede voeding en bewegen. Dit moet ik echt even deze erbij halen. Want er ligt een jongere vrouw en een jongere man. Dit kunnen kinderen zijn die erbij betrokken zijn. Een jongere vrouw, iemand die jonger is dan jij, of je nou een man of een vrouw bent, misschien is het je kind, is het een dochter en is het een zoon. Gaat het hierover? Dat het te maken heeft met, er is misschien sprake van een samengesteld gezin waarin kinderen betrokken zijn. En dat dat toch een enorme wissel op je trekt. Er is een periode van ziekte. Kan ook een jongere vrouw of een jongere man betreffen. We gaan kijken wat er verder uitkomt. Er komt een hereniging. Dit heeft ook weer te maken. Fruit. Er is hier een weegschaal die echt... Weegschaal, fruitschaal. Je mag meer denken aan groente en fruit. En ik vind het altijd zo flauw om te zeggen, maar het is werkelijk waar. Het heeft ook te maken met die stress die haalt je onderuit. Je hebt geen zin om te eten. Je hebt wel zin om te eten, maar niet in gezonde dingen. Je wil snacken. Er ligt hier een jongere vrouw en een jongere man. Het zouden zomaar twee kinderen kunnen zijn. Een broer en een zus. Kijk wat resoneert. Er liggen mogelijkheden. Daar was ik al zo blij mee. En geld. Er is geld. Geld wat beter wordt. Geld wat in de opgaande lijn gaat. Maar dat is niet waar het aan schort. Dat is het niet. Kijk nou eens. Er ligt een mogelijkheid en hier is er een gemiste kans. Het is ongelooflijk. Twee van deze kaarten in één legging. Ik denk dat er hier een weegschaal is die enorm in een spagaat zit. Om die mogelijkheid, letterlijk, de mogelijkheid is in the palm of your hand. En dat je eigenlijk niet weet of je die kans moet grijpen. Hier ligt een gemiste kans. Het kan zijn dat je al een kans hebt laten lopen en dat er weer zich een kans voordoet. Misschien heb je de kans gemist waar je spijt van hebt, maar er ligt iets voor jou. En deze kaart, ga nu. Het is ongelooflijk. Ik word er helemaal warm van. Want het lijkt wel alsof je eigenlijk geen keus hebt, omdat het zo duidelijk in de kaarten ligt. Er ligt een mogelijkheid. En waarom voel ik de woorden ontsnappen? Er ligt hier een mogelijkheid om ergens aan te ontsnappen. En ik weet niet waarom ik het zeg. Alles wat er uit mijn mond komt, hoort bij de reading. Kijk wat voor jou klopt, waarom ik dit zeg. Een mogelijkheid om ergens aan te ontsnappen, aan te ontkomen. Ergens onder een dak weg te gaan, ergens uit te gaan. En dat kan ook een ziekmakende baan zijn. Er ligt iets anders. Maar als je het niet probeert, zul je het niet weten. Geld is niet het probleem, daar hoef je niet over na te denken. Wie zijn deze twee jongere mensen, jonger dan jij? Het kan heel goed zijn dat er hier een weegschaal is die in een driehoeksverhouding zit. Dat je niet een keuze kunt maken of dat je omwille van de kinderen niet weg wilt gaan. Of dat het de kinderen zijn van die ander waarmee je te maken hebt. Kinderen die nog in huis zijn en dat je nog niet wil gaan. Ik vind het heel bijzonder. Ik ga naar de wijsheid van het orakel. Geld is niet het probleem.
Misschien wil je een gezin verlaten. Een man met twee kinderen of een vrouw met twee kinderen. Of twee, hè, je kan, kan ook zijn dat je in een relatie zit van vrouw tot vrouw of man tot man. Maar je wil weg, je wil weg. Je wil eigenlijk naar iets anders, maar je durft niet. En je hebt al een keer de gelegenheid gehad. Je hebt al een keer de gelegenheid gehad en die heb je niet gepakt. Maar er is weer een mogelijkheid. Ik heb het gevoel dat het te maken heeft met een situatie waardoor jij kan weggaan. Een moment waarop de kinderen het huis uitgaan. Geld is niet het probleem. Het kan ook zijn dat je met je kinderen weg wil. Ik vind het heel naar om te zeggen, maar het is wel, het is een hele, het klinkt heel simpel, maar zo is het absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb het gevoel dat er hier een weegschaal is die werkelijk te maken heeft, nog niet eens zozeer met wat je zou willen, want dat weet je wel. Maar het heeft te maken met timing. Is het het goede moment? Is het het goede moment? Of haal ik dan van alles overhoop? Yin. Dit is een periode van bewust ontvankelijk zijn, terwijl je rustig afwacht wat er op je afkomt. Klaar om te accepteren wanneer het komt. Yin heeft geen betrekking op dromen die je even in de ijskast hebt gezet. Of zelfs dromen die je laat rusten. Maar laat de dingen liever op je afkomen, zodat je klaar bent om de gaven te ontvangen die je voor jou beschikbaar zullen zijn. Het vraagt van je dat je je gevoeligheid gebruikt, terwijl je oplettend de acties van anderen in de gaten houdt en erover nadenkt welke invloed deze op jou en anderen zullen hebben. Dat heeft hiermee te maken, wat ik net al zei. Het heeft te maken met timing. Ik denk dat jij weegschaal al in diep in je hart weet wat je wil. Maar het heeft te maken met praktisch. Wanneer is het goede moment om te gaan uit een ziekmakende situatie? Of om juist naar iets toe te gaan waar je blij van wordt. En natuurlijk, het een kan het ander, kan het vervolg zijn op het ander. Ik denk dat er kinderen bij zijn betrokken. Dat deze hier liggen. Ik heb nog nooit een reading meegemaakt trouwens waar deze samenkomen. Ik denk dat dit te maken heeft met een broer en een zus. En ik voel ook aan dat alle partijen er baat bij hebben met een beslissing. Ik ga doorlezen. Even kijken hoor. Het vraagt van je dat je je gevoeligheid gebruikt terwijl je oplettend de acties van anderen in de gaten houdt en erover nadenkt welke invloed deze op jou en anderen zullen hebben. Dit heeft dus te maken met timing. Denk erom dat je ruimte mag maken voor wonderen. Pas je aan in plaats van anderen aan te passen. Pas je aan in plaats dat anderen zich aanpassen en je zult zien hoe snel jouw dromen zich manifesteren. Die zin staat niet goed. Pas je aan in plaats anderen aan te passen. In plaats van anderen aan te passen. De boodschap voor een relatie. Laat de leiding nu aan een ander over. Jouw kracht ligt in kleine dingen, zachtheid en je bewust overgeven. Door de teugels uit handen te geven, ontdek je dat ze zonder moeite dichterbij wat je werkelijk wilt komt. Geef anderen de gelegenheid om te vertellen wie ze zijn en wat ze voor je kunnen betekenen door hun daden voor zich te laten spreken. Je zult aangenaam verrast zijn. Er is hier duidelijk een weegschaal die met andere mensen te maken heeft. Je mag je eigen weg gaan, maar je ontkomt er niet aan dat je te maken hebt met een praktische situatie die ertoe doet. Wat is een juist gekozen moment? En toch wil je dat gekozen moment ook niet laten beïnvloeden door jouw actie en jouw gevoeligheid waarin je zit en waarmee je eigenlijk intuïtief die stap wil zetten. Ik vind het heel bijzonder wat hier ligt. Ik wil nog een Colette-kaart erbij. Er komt een hereniging. En het kan heel goed zijn dat er twee kinderen weer worden herenigd. Of dat er een ouder weer zich gaat voegen. Ja.
Ik voel dat iedereen erbij gebaat is als jij je keuze maakt. Dat is wat ik voel. Ik ben heel benieuwd. Acceptatie. Kijk nou, daar ligt hij. Het ging er al over in de wijsheid van het orakel. Het heeft met acceptatie te maken. Eigenlijk is er hier een weegschaal die weet dat wat hij of zij wil, dat dat ook het beste is. En dat beste, dat heb je ook, dat weeg je ook af naar wat er voor die andere mensen het beste is. Wat ik net al zei, het komt iedereen ten goede. Maar het is wel de bedoeling dat er een besluit wordt genomen. Acceptatie. Berusten in het feit dat het zo is. Wat het ook is. Je zult je er wel lichter door gaan voelen. De stress, de keuzestress, terwijl je de keuze eigenlijk al weet. Maar de stress zit hem in welk moment is het beste. Daar gaat het hier over. Ja, een gemiste kans. Het lijkt wel alsof je hebt afgewacht van op welk moment kan ik het doen. En dat je er helemaal klaar voor was. Maar dat er toch ergens een kink in de kabel kwam, waardoor het niet uitkwam. Iemand die net thuis kwam op dat moment, of iemand die er juist niet was, waardoor het niet kon, of dat je niet terecht kon in waar je naartoe wilde gaan. Er zit hier iets, en dat je dus weer een nieuwe mogelijkheid hebt moeten afwachten. Maar die komt, lieve weegschaal, die komt, absoluut. Ja, je doet erover. Het heeft tijd nodig. Het heeft tijd nodig. En je hebt te maken met anderen. Je kunt niet in je eentje de vrijheid hebben om het gewoon maar te doen. Nee, het heeft te maken met een omstandigheid waar je in zit. Ik wil nog één kaart. Ik wil één kaart. En dat wordt een oomkaart. Ik wil een schets. Ik wil een schets. Misschien kan het je nog helpen. Welke schets moet er uitkomen voor de weegschaal in de reading voor september? Het heeft met balans te maken. Er komt weer balans nadat je een keuze hebt gerealiseerd. Je weet de keuze wel. Ik heb het over keuzestress, maar dat is het niet. Het is de stress van het moment waarop je die keuze kunt gaan. Kijk nou eens. Oh nee, het is niet waar. Kijk nou. Zag je hem eruit vallen? Go, ga nu. Nee, het is niet waar. Alle lichten staan op groen. Oh, ik vind dit werkelijk gewoon eng. Ik vind het gewoon eng. De kaarten, het is spirit, het van hoger hand, het wordt gehoord. Het is ongelooflijk dat dit gebeurt. Twee keer een go. Weegschaal, de weegschaal voor wie deze legging bedoeld is. Natuurlijk bepaal jij wat je wil, je hebt vrije wil. Maar het wordt twee keer hier in de kaarten zo duidelijk. De mogelijkheid is er voor het getimede moment. Ja, ik kan hier gewoon geen woorden meer voor vinden. Ik vind het werkelijk, ik moet hier zelf ook van bijkomen. Succes!